Heel erg leuk. Ontzettend veel mensen, want de bakkersbranche is echt ons kent ons. En het is heel leuk om heel veel bekende gezichten weer te zien en te spreken. Het is de enige beurs in Nederland die landelijk is voor alle bakkers. Dus je ziet ook dat eigenlijk alle bakkers hier ook vertegenwoordigd zijn in die 3 dagen dat het gevoerd wordt. Dus ja, ik vind als bedrijf moet je daar ook gewoon staan. Fantastisch. We hebben gisteren zondag gehad. Het is natuurlijk wel zo dat ook de ijsbeurs erbij is. Dus dat betekent voor ons wel, we even moeten kijken van wat kunnen we voor die groep betekenen. Maar het is wel een uitdaging en een inspiratie dat je met zoveel vakmensen bij elkaar bent. Uiteraard hebben wij ermee te maken. Last van is een ander woord. We hebben te maken met een volatiele grondstoffenmarkt. Dat betekent dat we met name de afgelopen tijd stijgende grondstoffenprijzen gehad hebben. We zien nu gelukkig met tarwe dat die alweer aan het dalen is. Dus dat kunnen we ook gelukkig in onze prijzen, hier en daar waar wat tarwe in zit, kunnen we dat gaan verrekenen. Maar niets is zeker in deze tijd. Ten aanzien van energie gaan we bij ons zonnepanelen op het dak. Dus dat kunnen we ook vanaf de zonne-energie. Kunnen wij daarin wat doen. Ja, we proberen op alle mogelijke manieren in te spelen om als bedrijf de continuïteit en de leveringen te waarborgen. Nou, Bakos is een heel mooi bedrijf om voor te werken, zeg ik zelf, maar is ook gewoon zo. En wat wij zien is dat wij eigenlijk, natuurlijk hebben we wel eens vacatures, maar wij hebben niet echt een personeelstekort gelukkig. Nou, heel veel bakkers te spreken, dat is gewoon het leukste, dat is natuurlijk ook onze stijl. En nieuwe contacten te leggen en vooral waarvoor we hier staan is mensen te laten proeven dat vegan echt lekker is.